deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaan we om de grote verrassing van Enzo. Enzo heeft gewonnen met zijn Sinterklaas tekening. Je weet dat ik de vorige keer zijn Sinterklaas tekening ben gaan binnenbrengen. En nu heeft hij blijkbaar ook gewonnen. En dat vind ik eigenlijk al superleuk. Ik ben ook wel heel trots op hem. Dus gaan we die gaan halen. Ik weet niet wat erin zit, dus daarmee dat ik jullie ook ga meenemen. Dus ik ben zeer benieuwd wat het kan zijn. Dus ondertussen mogen jullie eens raden wat het kan zijn. Ik weet alleen dat we bij de stationstraat moeten zijn, bij de Welpjes. Voor de rest weet ik eigenlijk niet zo heel veel. Dus we zullen kijken. Ondertussen heb ik hier ook al heel veel van deze kaartjes gekregen. Dank u wel trouwens voor alle kaartjes die ik hier al liggen heb. Merci daarvoor. Zo, we zullen eens een keertje trekken. Het is wat koud buiten, dat moet ik wel zeggen, want nu is het al wat beter, maar het is nu nog maar 1 graden, maar ik moet zeggen dat het vanmorgen toch wel heel koud op de kuisvrouw aankwam, was het -3 of -4 zelfs op dat moment, dus dat was wel redelijk koud. Ik ben wel blij dat het niet iets warmer is. We zijn aangekomen, super koud, moet ik al zeggen. We gaan eens kijken of dat verrassing wat gaat zijn, weet ik niet, maar ik vind het wel spannend. Het is echt ook koud, jongens. Dus we gaan eens kijken, weer over te steken. We zullen eens zien. Zo, hier moeten we zijn in deze winkel. Dus eens controleren voor de zekerheid, maar in deze winkel moeten we zijn, denk ik. Zelfs gaan we ook nog eens erop hangen. Nou, die kennen mensen al van buiten hun droom, maar goed, toch gaan we die op. Moeten we de gisteren niet voor laten vallen, maar goed, we gaan eens zien wat inderdaad hier was, want ja, ik heb zoveel mails dat je dat niet meer weet. Mail is hier, koosje, afhaling. Ik zit hier bij nummer 73, dus 42. Bij nummer 73 moeten we zijn. Oké, waar is die? Ik dacht dat dat hier was. Oké, dan gaan we eens even kijken. Dat gaat hier, dit is de mail. Oké, dan gaan we bij 73 zijn. Okay, dan gaan we eens kijken naar waar 73 is. 73. Ik heb het gevonden. Zonder eigenlijk moesten we niet oversteken, want het was gewoon de winkel hier. Dat we moeten zijn. Prijs afhalen. Ja, bij. Dat is het. Dus dan gaan we eens kijken. Maar ik heb de mail ook mee. Moest je eens vragen. Dus dan gaan we eens kijken voor binnen te gaan. Ik weet niet dat we mogen filmen, hè, maar ik neem jullie gewoon mee. Mondkapje op. Dat ook nog. Dus. Dat is mondkapje. Zo, je ziet het, ik heb mijn mondkapje op. Ik lijk al de warmste week. Die. Dus is dat je komt. Het is ook totaal uit de koop. En nog niet geweest. Waar is de kast dan? Daar. Zoals je kunt zien, ik heb mijn pakje afgehaald.
En dus ik ga weer naar het pakketje. Als ik thuis ben, ga ik het laten zien, dat is gemakkelijker. Maar ik ga het Enzo nog eens een keertje laten uitpakken. Sowieso, want ja, het is Enzo zijn verrassing natuurlijk. Het is goed donker geworden. Zo, wat een mooi kabasje. Zo. Ja, ik dacht omdat de mails ontwerp, ik dacht ja, welp, moeten daar zijn. Maar nee. Dan gaan we nu onze drone plakken daar. En dan gaan we nog. Gaan we nog doen. Veel valt er niet te doen natuurlijk. Hè. Het is ijskoud, dat wel. Ik vind altijd een hele mooie winkel achter ons. En nu gaat er altijd binnen mijn oma om spulletjes te kopen en zo. Het is echt koud. Je zult misschien denken dat ik ga klagen. Maar het is echt wel. Ja. De droomwandeling is bezig. We hebben die verkeerd gelopen, maar ik hoop dat je het een leuke video vond. Voor mensen die het nog niet hebben gezien, die staat al op. Je moet maar eens een dag of twee teruggaan en dan zou je die wel vinden. Zo. Mijn mondkapje laat ik op, omdat we die op de markt ook nodig hebben. Dat denk ik ondertussen nog steeds. Dus laat ik die helemaal op. Op. Dan gaan jullie in de rustzak totdat ik er ben. We zijn op de grote markt en daar gaan we dat hangen. Daar hangt allemaal een plakkaat waar je dat kunt ophangen. Mijn grote droom. Ja, zo'n grote dromen heb ik eigenlijk niet. Ik neem gewoon de dagen dat het komt omdat ja, ik zie wel, snap je? En ja, dus maar. Ja, dus maar één grote droom dat ik wil. Eén grote droom, dat is mijn held. Mijn held, dus dat hij lang in leven blijft. Dus heb ik eigenlijk niet eens een droom of zo. Dus ik zeg van, ah, ik wil dit of dit, ik wil dat. Nee. Ja, ik wil weet wat ik kan en wat ik kan. Het is mooi verlicht, je ziet het. Daar kan ik dat plakken. En ik denk dat ik de eerste ga zijn die dat daarop plak, denk ik. Ik weet het niet. Ik kan ook weer spannen. Dus gaan we dat gewoon doen. Nee, er hangen er toch al een paar. Nu gaan we onze visie even parkeren. Ik ga het even hier tussen zetten. Ik pak gewoon een sticker. Zo, we gaan onze droom plakken. We gaan hem hier plakken. Zo, hij hangt erop. Zo, de in ook. Iedereen gaat hem zien. Volstaak. Ja, wat grappig. Hij hangt hier helemaal. Er is zo'n wand waar je die kunt hangen. Ja, cool. Ik ga er een foto van maken. En daar hangt onze tekening. Voilà, hier staat het pakketje dat Enzo gekregen heeft. Dat is gewoon eigenlijk. Hij heeft een badhoedje. Super tof. En hij heeft een beertje. Hallo allemaal, een beer. Wauw, hè. Schattig. Dat heeft hem gewonnen met zijn Sinterklaas tekening. Schoon. Vind ik ook. Dan zullen we nu eens een keertje in bad gaan. Oh, het is wel mooi, want het was echt ijskoud. GSM valt uit de zak. Ik dacht al, wat valt er nu? Maar het is de GSM die valt. Dus het is echt wel koud. Maar ja, het is dan ook winter van werk nog. Zo. Eens kijken of Kies hier zit. Moeten jullie vragen soms achter Kiesetje. Nee, ze zat er, maar nu niet meer. Dus, goed, ja. Ik hoop dat je dit een leuke video zeker te omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.